dit filmpje willen we u kort even uitleggen hoe u snel naar smartschool kan surfen van onze school. Het eenvoudigste is dat u gaat naar onze website van de school, namelijk www.lyceumgenk.be, en vervolgens vindt u aan de rechterzijde het logo van S van smartschool. Wanneer u hierop klikt, zal u naar het inlogscherm van smartschool gaan. De gebruikersnaam van uw zoon of dochter is in principe de voornaam.achternaam. Het wachtwoord dat u gekregen heeft in het begin van het schooljaar, daar kan u mee inloggen. Van het moment dat u de eerste keer inlogt, zal u de gebruikersovereenkomst van smartschool moeten goedkeuren. U leest deze gebruikersovereenkomst en vervolgens kan u onderaan klikken op ja, ik ga akkoord. U dient dan ook een nieuw wachtwoord in te geven. Het wachtwoord dat u ingeeft moet minimum 8 tekens lang zijn, een getalletje en een hoofdletter bevatten. Wanneer u op opslaan klikt, moet u nog één stap invullen, namelijk uw naam ingeven, uw achternaam ingeven en de verwantschap met zoon of dochter. U dient ook nog een e-mailadres in te geven. Vervolgens klikt u op opslaan. U bent nu een smartschool. U kan aan de rechterzijde een aantal opties kiezen, namelijk het lesrooster raadplegen, het leerlingvolgsysteem raadplegen waar u notas voor ouders vindt en remedieringsinformatie, het scorepuntenboek raadplegen, de schoolagenda raadplegen van uw zoon of dochter of inschrijven voor het